De Destranatori, welkom bij een nieuwe aflevering. President Chandrika Prasad Santoki heeft het staart zijn gegeven... ...voor het bouw- en maken van gronden langs de Libanonweg. In het kader van World Teachers Day zullen er kavels beschikbaar worden gesteld... ...aan leerkrachten die werkzaam zijn in het binnenland. Perselen zijn te verkrijgen vanaf 3.500 US-dollar. En we zullen hierover praten met de minister van Openbare Werken, minister Riyad noor Mohamed. Minister, welkom in het programma. Ja, dank u. Kunt u ons meer vertellen over dit project? Ja, het Landelijk woningbouwprogramma is niet nieuw. We zijn al, denk ik, twee jaar mee begonnen. Um, en dat heeft te maken met de woningnood. En de vraag is waarom niet 2020? Ja, toen waren het moeilijk, waren er geen middelen. Um, de nood voor percelen, gronden is groot. Dus de regering had toen twee voorstellen gedaan, laten we gronden blijven uitdelen. Dat is die welbekende registratie van 70.000 mensen. Maar laten we dan ook de bouwgronden bouwreep maken. Want als je een perceel hebt en het zit midden in de bos, heb je er ook dus daar niets aan. Dus dat is de tweede stap die we hebben gezet. Maar daarvoor heb je ook middelen nodig. Uh, we hebben dan via het minister van Financiën 35 miljoen US-dollars gehad. Om een aantal projecten bouwrijp te maken. Zodat mensen hun huis kunnen gaan bouwen. Bouwrijp maken houdt in. Wegen moeten aangelegd zijn. IBS, SWM moeten er zijn, het moet bereikbaar zijn, de ontwatering moet goed geregeld zijn en dergelijke. Mensen hoeven alleen hun huis te bouwen. Uh, dat trek zijn we ingestapt uh, en Libanonweg is een van de, bijna een van de laatste, want we hebben nog twee tot drie die worden nog goedkeuren in deze regeringsperiode. Uh, maar deze worden verkocht. Um, Libanonweg bijvoorbeeld gaan we voor 3500 US dollar verkopen. Er komt de instructie, een flyer met aanmelding, waar mensen zich moeten registreren binnenkort. Het volgende product die we hebben goedgekeurd is, um, ik ken de juiste naam niet, maar dat was een grond voor 60 percelen. Nog een van 24 percelen, die is ook goedgekeurd. Er komt ook een flyer, maar die kost al een stuk duurder. Die ene kost 3500 en ik dacht dat die andere 6000 dollar kost. En dan komt een laatste prik waarvan we die middelen hebben gecommitteerd binnen die 35 miljoen. Dat is ongeveer duizend kavels op in het noorden. Waar precies weet ik niet. In ieder geval niet in de zwamp Het is uh, binnen de Rode Lijn. Want anders zouden we het niet goedkeuren. Uh, daar komen duizend kavels, maar die zullen voor 10.000 dollar ter beschikking worden gesteld. Dus uh, wat ik hiermee wil zeggen is, de regering heeft een beleid van gratis gronden. Die gratis bouw hebben worden gemaakt. Gronden waarvoor je een beetje moet betalen. Sommigen een beetje meer, maar ze worden ook bouwrijp gemaakt met alle voorzieningen. Er komen projecten met bouwrijp maken, met of zonder betalen, met er huizen erop. Die komen er. Ik ben nu bezig de laatste hand te leggen voor die bouw en start van de woningen van de china Grant. Die moet elk moment beginnen. Ik hoop dat we deze week die issues oplossen. Daar komen huizen op. En daar kan je dus kiezen. De regering zal kiezen. Deel wordt gratis en deel wordt verkocht, en deel wordt commercieel verkocht. Dus kortom, dit is het woningbouwprogramma. En ik kan ook zeggen: de achterstand is wel enorm groot. We hebben zo van dit soort kavels bijna 60 om de lijst. Die vragen naar goede wegen, die vragen naar elektra, die vragen naar watervoorziening. Of die vragen naar ontwikkeling van het hele project. In sommige gevallen: mensen gebouwd. En dan moet je daartussen weg gaan maken of EBS. Maar dus de situatie is vrij ernstig. Maar ik hoop dat hiermee het voorbeeld is gegeven van hoe wij als ministerie van OW, met de regering en GWB denken het probleem op te lossen in de tijd. En dat van de Libanonweg, wat is de criteria voor leerkrachten om in aanmerking te komen voor een Kavel? De criteria is niet voor leerkrachten, is voor iedereen. Ik dacht, er is een leeftijdsgrens boven 21 dacht ik. En het tweede is, je moet natuurlijk uh, kunnen aantonen dat je het kan kopen. Want uh, binnen twee maanden is het project opgeleverd. Uh, laten we zo zeggen, de wegen en de grenspalen, dan um, kan de toewijzing geschieden voor zij die kunnen betalen. Er is natuurlijk een 10% voor de regering overgehouden, dat is voor sociale gevallen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in nood. Misschien is iemand huis afgebrand of zo, dan, dat is gereserveerd. Maar um, een ander voorwaarde is bijvoorbeeld dat je de grond niet mag verkopen. Uh, we willen ook geen stichtingen hebben, dus als je een stichting komt registreren, ga je niet krijgen. Uh, een beetje beperkingen, lessons learned uit het verleden. Dat willen we niet hebben. We willen niet hebben dat we handel gaan drijven met deze gronden. Die we met zweet en bloed ready maken met belastingsgelden van iedereen. En dat met handel gaan drijven. Dat willen we niet hebben. Dus zo zijn een aantal criteria. Uh, welke specifieke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen rond de Libanonweg duurzaam en waardevast zijn. Zoals beloofd door minister Marciano Dassaï? Uh, kijk, die gronden die we selecteren. Onder deze condities zijn gronden die makkelijk bereikbaar zijn. Gronden die een voorziening hebben. Zoals je in het gebied al elektriciteit heeft, al water heeft uh, en een weg. Een begaanbare weg. In ons landelijk asfalteringsprogramma zullen we de hoofdweg naar het project ook verharden. Dat is ook een voorwaarde die we hebben bij andere projecten. Ik geef je een voorbeeld. Het project um, Charlesburg, wat bekend staat als CRIPI. Die maken ook bouwrijp. Dat is een project van 30 jaar terug die uit de lade gehaald is. Um, die wordt nu bouwrijp gemaakt. Maar daarvoor zullen de hoofdweg, die gaat naar het project, ook verharden. Dus dat is vanaf de ringweg tot naar binnen. Something like 1-2 kilometer wordt verhard. En binnen het project worden alle wegen verhard. E uh, SWM wordt nu aangelegd en EBS komt later. Dus dat is de voorwaarde die we stellen eraan. En wat... Uh, de eisen van de minister van Rom is natuurlijk dat we niet alle bomen omhakken, laat me het maar zo zeggen. Ja, kunt u ons zo'n beetje meer vertellen over de samenwerking met uh, Caribbean Coast Contractors NV? Uh, hoe is er vorm daaraan gegeven? Nou, uh, bij deze projecten, bij alle verkavelingsprojecten die de regering doet, het zijn vaak gronden uh, waar we die particuliere verkavelaar vragen om in PPP-verband de grond te ontwikkelen. Dat betekent dat die verkavelaar ook inkomt. Um, en zo proberen we die modus van de prijs samen te stellen. Wie te duur is, zo'n propositie kunnen we niet accepteren. Uh, maar er zijn ook gronden waar wij alles zelf doen. Bijvoorbeeld Rehberg. Rehberg waar we aanwezig. Daar is um, grote grond van meer dan duizend kavels. Dat is volledig van de overheid. Die gronden zijn weliswaar wel al uitgegeven. De mensen hebben hun beschikking al. Ze moeten alleen bouwen. Dus daar, ik denk, 1 november, na 1 november zodat de eerste mensen al kunnen starten met bouwen, omdat de wegen er al zijn en de grenspalen zijn aangezet. EBS en water komt straks. En um, de wegen worden, op een bepaald moment gaan we de wegen beginnen te verharden. Dus dat is ready to go en dan kunnen de mensen als eerste beginnen. Um, en dan gaan we de hoofdwegen nog doen voor het project, die worden verhard. Die zitten toevallig in het landelijk asfalteringsprogramma, dus die worden binnenkort starten om daarmee. Dus het varieert per geval, per project. Um, en waar we dus die verkavelaar mee kunnen krijgen. Daarmee, uh, met een billijke prijs, is sluiten uh, sleutel om ppp -oefeningen. Dus Zo hebben we Libanon weg nog twee andere vier. Er worden nog vier gesloten. Um, voor eind van dit jaar of over een maand. Dan zijn we klaar en dan uh, kunnen heel wat mensen kunnen honderden honderden mensen beginnen te bouwen. En welke tijdskader is er voor het aanleveren van infrastructuur? Die, kijk, de infrastructuur ben ik een beetje voorzichtig. Um, omdat als je nu gelijk de wegen gaat verharden, kan het zijn dat die gaat verzakken, zware trucks gaan beginnen te rijden. Dus we gaan de weg stevig maken, begaanbaar, met steenslag. Zodat alle trucks die willen rijden, betonmixers, om materiaal voor te brengen, dat kunnen doen. En als we zien dat iedereen een beetje gebouwd heeft, redelijk goed, dan gaan we de verharding finaliseren. En wat is de volgende fase van het, um, bouw, uh, het woningbouwprogramma uh, na fase 1? Ik denk dat de regering ongeveer 15 verkavelingsprojecten in dit jaar heeft opgestart. En of zal opleveren. En dan neem ik AHP erbij. AHP in Voorburg worden op dit moment 150 huizen gebouwd. En op Rienberg zullen denk ik denk volgend jaar ook nog 150 komen. Uh, we hebben dan 15 verkafelingspracten uh, gebouwd. Ik denk dat het goed is voor ongeveer meer dan 5000 plus uh, mensen die dus een perceeltje hebben gehad, of een huis kunnen bouwen of een huis kunnen kopen straks. Um, nou, dat is een record, want dat is nog nooit eerder gebeurd binnen de overheid. Laat me dat duidelijk zeggen. Particulieren kunnen dat misschien wel halen, maar binnen de overheid is dat uniek. Uh, ik zei trouwens: Is die target gehaald? Want de target van de vorige rij was bijvoorbeeld ook 5000, maar ze hebben dat niet gehaald. In die zin uh, dat alles eigenlijk aan de slot was overgelaten. Ik heb ze Laten we die fout niet maken. Het gaat bij ons niet om tussen aan het Target. Laten we het wel goed doen. maar we hebben nog 60 van dit soort projecten die een kans moeten krijgen. Dus um, ik denk dat de mensen het zelf hebben gezien hoe wij de projecten ontwikkelen. En dat er hoop is. Uh, eigenlijk vind ik hoop niet het juiste woord. Er is zeker een kans dat ook hun project in een begrotingsjaar. Aan, aan de orde zal komen. Toch nu hebben we de projecten gekozen die het dichtst bij de voorzieningen zitten. Maar uh, met de variatie, ik geef je een voorbeeld, Krippie-project hebben we opzettelijk gekozen om te bewijzen dat de regering ook een project van 30 jaar terug, de mensen hebben misschien van 30 jaar terug, ook niet een kans geven. We hebben ook gekozen, Reeberg-project, dat is een project van de vorige die niet afgemaakt is, maar dat gaat bij ons niet om. We hebben ook bewezen dat ook dat project niet omdat het van een andere regering was. Of omdat daar gronden aan een bepaalde politieke partij zijn gegeven. Duizend. Dat interesseert ons niet. We hebben bewezen dat we dat wel afronden. En ervoor zorgen dat mensen kunnen bouwen. Omdat het woningbouwpleit van ons is. Om iedereen zoveel mogelijk snel aan een bouwkafel te helpen. Of aan een woning. En dan moeten we niet vergeten. De mensen kunnen zelf bouwen. Ze dus hebben de 7% lening. Dus je kan zelf kiezen hoeveel geld je wil. En wat voor huis je wilt bouwen. Dat is ook opgelost. Die 7% lening kenden we... Um, 20 jaar terug, 30 jaar terug was het er. Daar is hij gestopt. We hebben hem tien jaar nooit meer gekend gehad. Dus mensen konden ook niet bouwen, al wilden ze bouwen. Nu is het terug, dus mensen hebben alle mogelijkheden om te bouwen. Maar mijn zorg blijft inderdaad, ik heb het gezien, ik heb de hele inventarisatie gezien. Het um, is een beetje triest dat we nog zoveel van dit soort gronden hebben. Landelijk hoor. Niet alleen hier. In Maruwijnen hebben we dat, in Kobawijnen hebben we dat, in Ikeri hebben we dit soort gronden, Saramaka, Coroni. Die hele inventarisatie hebben Dus we gaan alle districten kansen geven. Uh, misschien voor jouw informatie gaan we in Nikeri binnenkort ook de launch doen van het HASSART-project. Die hebben we ook goedgekeurd als regering. Uh, om ook Nikeri een kans te geven. Daar komen 300 kavels, zullen we precies op deze manier bouwrijp maken. Dat vooral de jongeren de gelegenheid krijgen om een, een, een kavel te kopen. En dan kan men zelf bouwen. Het Affordable Housing project, kunt u ons meer specifieke informatie daarover geven? Welke mogelijkheden zijn ervoor? Het dus Affordable Housing project valt niet onder OWE, het valt echt onder een speciaal team van sociale zaken. Maar het feit is dat het project houdt twee dingen in, de bouw van 300 woningen. De eerste aanbesteding is aan geweest in Kommerwijnen, daar start men met de bouw van 150 woningen. En hebben we op Reerberg heeft OE dan een stuk grond vrijgemaakt en daar kunnen nog 150 woningen op. Um, ik denk dat die woningen misschien over een jaar al af kunnen zijn met infrastructuur. Hoor. Dan kan de overheid um, beginnen met het um, zeg maar uitdelen van die, die woningen. Weliswaar moet ik u zeggen dat de IDB een streng pakket heeft van eisen waaraan je moet voldoen. Dus bijvoorbeeld een, iemand die te jong is zal niet in aanmerking komen, iemand die te oud is ook niet. Er zijn vrij strenge criteria daaraan gesteld. Um, <coughs> Uh, dus dan heb je die woningen, maar dan heb je ook een beetje de mogelijkheid waarbij mensen huis kunnen renoveren. Ik denk ongeveer hoor, 4000 woningen zouden aanmerk kunnen komen om een kamertje bij te bouwen of een balkon te renoveren of een keuken of een slaapkamer bij te bouwen landelijk. Dus dat is heel wat mensen en dat is voor verschillende districten. Dat houdt het programma in. En wordt er ook verder samengewerkt met, uh, aan het China Housing Programma? Dat zijn nou een apart project, dat valt onder OW. We leggen nu de laatste hand dat de ondernemer moet starten op Rieberg. De grond is vrijgemaakt, de toegangsweg hebben we nu aanbesteed, dus we gunnen hem uh, in deze dagen zodat de toegangsweg gemaakt kan worden. De grond is ready, dus dan uh, zou de aannemer binnenkort moeten beginnen met de bouw van 300 woningen. Uh, het is geen door meer hoor, meer, 300 woningen omdat de grond veranderd is, iets kleiner geworden is. De woningen blijven hetzelfde. En dan hebben we nog een project die we voorbereiden voor december om in te dienen bij de Islamic Development Bank. Nik nee, bij de Saudi Fund. We hebben goedkeuring gehad van de Saudi Fund, pre-goedkeuring, om duizend woningen te gaan bouwen. Met de Saudi Fund. Daar is ongeveer 25 miljoen gereserveerd voor het ministerie van OE. Wat we nu doen, we maken de feasibility rapporten in orde. Dus so, hoe feasible is het wat we willen doen? Um, Welke woningen zullen we bouwen? Waar zullen we het bouwen? Dat moet in een rapport transparant zijn voor de Saudi fonds December vergadert het bestuur en dan dienen we het rapport in met de locaties. En dan hopen we dat we volgend jaar, misschien voor de eerste helft van het jaar, uh, goedkeuring kunnen krijgen. En dan beginnen we dan met de locaties die we hebben pregeselecteerd met de bouw van uh, duizend, ongeveer duizend woningen. Want we willen een paar woningen doen, maar we willen ook appartementen doen. De appartementen zijn er vaak voor mensen om snel in te trekken. Want u weet dat in het parlement het burgerlijke wetboek goedgekeurd is. En hoofdstuk 8 of 10 gaat over de appartementenwet. Dus de appartementenwet is vandaag rechtsgeldig in Suriname. Dus u kunt uw appartementen kopen, verhandelen, op uw naam schrijven, huren. Alle mogelijkheden bestaan er uh, dankzij het burgerlijke wetboek. Dus we denken eraan om ook wat geld uh, daar te besteden. Hoe we nou u geluisterd hebben, zien we dat er, um, ja, er wordt alles aan al gedaan om de woningnood in ons land uh, aan te pakken. Wat zijn de, de lange termijn doelen? Die lange termijn doelen is één. Uh, we hebben bewezen en ervaring opgebouwd dat dit heel goed werkt. Maar net wat ik zei, ik heb een hele lijst van nog 60 van dit soort megaprojecten die wachten. Als ik gewoon kijk naar de budget. begroting, De subsidies, dan zijn we in staat per jaar ongeveer tien tot 15, misschien 20 maximaal op jaarbasis te ontwikkelen. Dus als ik gewoon neem die 60, die we kennen, want er bleken nog projecten te zijn die niet aangemeld zijn bij ons. Uh, we helpen de mensen in eigen beheer. Ik, ik, ik weet op leiding 20, daar hebben mensen kavels gehad in het bos, die niet bij ons geregistreerd zijn, maar wel hebben gehad. Dus we hebben de kaart gevonden. Verleden ben ik naar wel bij gegaan, ook mensen die huizen hebben gebouwd. Die niet gericht zijn, maar we hebben die kaart gevonden. Dat zijn honderden percelen. Dus zo zijn er heel wat gronden die ten eerste hebben gemaakt moeten worden, de wegen moeten verraad worden en de dusvoorziening moeten krijgen. Dus als je dan gewoon theoretisch rekent... als we maximaal 20 kunnen doen, 60 op 20 is drie jaren, dan heb je zeker weer vijf jaar nodig om dat hele pakket van, uh, van, uh, van dit soort gronden af te ronden. Maar dan moet je de middelen wel op tijd krijgen. Uh, en dan is het tweede ding, dat is dat we de appartementen toch willen introduceren. Appartementen hebben we bij het ministerie van Sociale Zaken. Uh, we kennen het wel, maar we willen het stimuleren voor de woningbouw. Bijvoorbeeld de tehuizen die we hebben, in Asiana en weet ik veel wat. Het zijn appartementen. Die werken heel goed. Daar heb je mensen die in twee kamers wonen of één kamer, met of zonder keuken. Het werkt heel goed. Dus we willen dat introduceren, maar dan voor de, voor de, voor de werkende mensen, jongeren. Ouderen die in een appartementje willen wonen, dat wil ik introduceren uh, om daarmee versnelde woningnood in te halen. Want uh, het bouwen maken van kavels en het bouwen is een lang proces. Uh, je bent ongeveer een jaar kwijt, dan moet jij je huisje nog gaan bouwen, ben je zeker twee, drie jaar kwijt. Dus heb je voor vier, vijf jaar misschien pas je huis erop. Toen een appartement kan je morgen intrekken. Dat um, is twee. En het derde is, de woningnood is niet alleen in Paramaribo. De woningnood is in alle districten. Dus we hebben voor zover ik weet nu bijna alle districten geholpen. Saramak hebben we nog niet geholpen. Um, Marwijnen nog niet. Daar bouwt men eigenlijk zelf. Um, ja, dus alle, alle districten hebben iets geholpen. Dus dat is het beleid. Als we zo doorgaan, dan kunnen wij theoretisch die achterstand inhalen. Heeft u nog een aanvullende boodschap voor de samenleving ten aanzien van uh, het programma van uh, de overheid? Ja, wat betreft het landelijk woningbouwprogramma, uh, laat me zo zeggen dat als mensen nog nodig hebben aan een perceel of informatie over de PPP-projecten die we uitgeven, maak contact met het ministerie van O&W, beneden bij de one stop win een formulier Registreer jezelf daar, dan helpen we je verder. Twee, er is een kantoor van het landelijk woningbouwprogramma. We kunnen je ook daarnaar verwijzen. En het derde ding is dat we de flyers binnenkort maken per project. Waar de gronden nog niet uitgegeven zijn. Want net wat ik zei, creepy. en daar um, die zijn al uitgegeven. Dus daar komen we niet aan. Uh, in een latere fase. Um, dus daar gaan we die flyers ook publiceren. Via de website, via social media, via gov.sr. En het vierde ding is, uh, de 7% lening is in place. U kunt dus naar de banken als u een stuk grond heeft. Om zelf een huis te bouwen. Uh, en als er daar omheen nog issues zijn, bijvoorbeeld ik heb er weer gemaakt dat mensen wel grond hebben, maar misschien nog geen ID hebben. Uh, dan hebben we een probleem met de bank financieren, dan helpen we met een ondersteuningsbrief, zodat je kan bouwen. U heeft het gehoord van minister Riyadh Mohamed van Openbare Werken, met wie we gesproken hebben over het landelijke woningbouwprogramma van de overheid. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u onderwerpen onderwerp dat u via ons wilt belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.